Hey, zijn jullie klaar voor een nieuwe workout? Ik alvast wel. Ik heb weer een leuke workout voor jullie voorzien. We beginnen met wat rotaties in de opwarming. De eerste oefening is een klein beetje coördinatief. En zo werken we weer een hoofdblokje daarna af en nog enkele stretchoefeningen. Let's go. Oké, dus de eerste oefening. We gaan met de armen draaien. Eén arm gaat vooruit en de andere achteruit. Als je daar niet zo handig in bent, is het gemakkelijk om van boven te beginnen. En je laat één arm naar voren vallen en één naar achter. En hopelijk ben je dan gestart. Eén naar voren, één naar achter. Probeer goed grote bewegingen te maken in die schouders. Je kan dat ook in de andere richting doen. Eén arm naar voren, één naar achter. Maar dan dat je wisselt van arm. Schouders worden goed opgewarmd zo. 3, 2, 1. Oké, goed. We strekken de armen mooi horizontaal en we gaan met de onderstel met de benen gaan we draaien. Dus probeer de armen zo stil mogelijk te houden. En dan draaien we beide voeten dezelfde kant uit. Ja, goed. Dat is het. 3, 2, 1 en stop. Oké. Spreidstand. We gaan met de rechterhand de linkervoet tikken en omgekeerd. Vanuit een voorovergebogen positie. Dus we tikken de voeten. Molenwieken genaamd. Kom op, hè. Volhouden. Doe er nog 8. 1, 4, 7 en 8. Oké, goed. Zijn we een klein beetje opgewarmd voor de volgende set van oefeningen. Het zijn heel veel benen vandaag. We beginnen met een zijwaartse uitvalspas. Waarom benen? Benen zijn de basis. Als de basis goed is, als het fundament, dan is het ook veel makkelijker om een goede rug te krijgen. Dus vergeet nooit die benen mee te trainen. Ook zeker niet als je een slechte rug hebt. We zetten de handen in de zij, we vallen uit, opzij, links en rechts. Als je niet voldoende plaats hebt, doe je eerst één kant en dan pas de andere. Waar letten we op? Dat de voeten mooi rechtdoor zijn. Niet dit, mooi rechtdoor. Dat de rug recht is als we zakken. Ik zal het zo eens doen. Dus ik heb een rechte rug als ik zak. De romp gaat naar voren, maar de rug is recht. We doen er nog 4. 1, 2, 3 en 4. Oké. Volgende oefening is heel goed voor je balans. Je gaat op één been staan en je gaat met het andere been een 8 maken in de lucht. Ik maak nu een 8 beweging, zowel voor als achter mij. Gaat die 8 door? Ik zal het dus in het profiel doen. Dus ik beweeg achter mij, voor mij. Je voelt dat je moet werken om te blijven staan. Dus al die kleine spiertjes moeten nu werken om recht te blijven. En dat is goed voor de stabiliteit van je enkel. En als je nogal makkelijk je evenwicht verliest, is dit een hele goede oefening. We doen hetzelfde aan de andere kant. Steun nu op rechts. En we maken een 8 met het andere been. Hoe groter dat je de beweging maakt, hoe moeilijker, hoe meer je evenwicht verstoord wordt. Als je hele kleine bewegingen maakt, is het iets gemakkelijker. Voor de meesten al een vrij uitdagende oefening. Als dat niet uitdagend genoeg is, stel ik voor dat je ogen eens sluit, maar hou het vooral veilig. Oké, volgende oefening. Goeie voor de billen en de quadriceps, de voorkant van de bovenbenen, is een sumo squat. We zetten de benen goed breed uit elkaar. De voetpunten wijzen naar buiten, dus niet rechtdoor, wijzen naar buiten. Je gaat zakken met de knieën en je volgt de tenen. Dus de knieën volgen de tenen als je zakt. Op en terug. Bovenbenen mogen horizontaal zijn, dan zijn ze goed diep.
je heel lenig bent, dan kan je vaak nog dieper gaan. In mijn geval lukt dat niet. Oké, kom op hè. Ja, goed doorzakken. Rug blijft uiteraard berecht. Buikspieren onder spanning. Als het heel zwaar wordt, probeer te blijven verder gaan. Desnoods ga je iets minder diep. Laat die spieren maar werken. Kom maar, we doen er nog 5. 1, 2, 3, 4 en de laatste. Oké, top. Handen achter het hoofd. We gaan good mornings doen. Plooien een klein beetje door de knieën, een klein beetje door de heupen, dus we zijn niet helemaal gestrekt. Een klein beetje zakken. Handen achter het hoofd en we gaan met de romp recht naar voren gaan. We zakken door, rug is nog steeds recht en we komen terug. Doorzakken en terug. Je blijft lichtjes geplooid in knieën en heup gedurende heel de beweging. Je rugspieren moeten werken, bilspieren moeten werken. Kom op, hè. Als je last hebt van je nek, kan je het ook op deze manier doen. Als het te gemakkelijk is, kan je een pak water vastpakken. Maakt het direct een stuk zwaarder. Nog 3, 1, 2 en 3. Oké, goed. Eentje voor de schouders. Strek de armen en we gaan kleine cirkelbewegingen maken. Kleine cirkelbewegingen vooruit. Mooi het verlengde van elkaar, die armen. Kleine bewegingen. Ik moet mijn armen proberen even hoog te houden. Maar rechts op mijn scherm is links, dus het is wat ingewikkeld. Oké, we draaien in een andere richting. Kleine bewegingen blijven maken. Voelt dat die schouders wat zwaar beginnen worden, dan houden we graag nog even vol. Kom op, hè. Blijven draaien, mooie cirkeltjes. Als het zwaar wordt, dan worden het alles vierkantige of driehoekige cirkels. Dat wil zeggen dat de verzuring begint in te treden. 3, 2, 1 en ontspannen. Oké, super. Heel goed, we gaan over naar de rekoefeningen. De eerste is op de mat. Je mag op de rug gaan liggen en je gaat een heel klein bolletje maken. Eigenlijk foetushouding, maar die op de zij. Dus we gaan dit doen, we nemen de knieën vast. Hoofd naar de knieën. Maak een klein bolletje. En we houden dat vast. Oké, super. Volgende, we hebben veel beenoefeningen gedaan, dus we willen die bilspieren oprekken. Plooi de knieën. Leg één voet op de knie. Van daaruit ga je de knie vastnemen en trek je die naar je toe. In je linkerbil ga je voelen. Als je linkerbeen, ik leg mijn linkerbeen op mijn rechterknie. Ik trek mijn rechterknie naar me toe en dan ga je linkerbil goed voelen. Een rek diep in de bil. Dat gevoel moet je hebben. Je mag je hoofd neerleggen. Dat is geen enkel probleem. Goed de stretch voelen. Zoals jullie ondertussen weten, 15 tot max 30 seconden. Dan laten we los. En doen we hetzelfde aan de andere kant. Oké. Rechtervoet op linkerknie. Neem die linkerknie vast. Ik ga onder mijn been door. Ik ga het zo eens laten zien. Mijn handen gaan onderdoor. Ik neem de knie vast. En ik trek naar me toe. 3, 2, 1... En ontspannen. Oké, dan hebben we hier nog eentje voor de enkels. Je strekt de voeten uit naar achter. En je gaat eigenlijk op je enkels zitten. Romp is mooi recht. En je gaat hier van voor op de enkels klein stukje naar het scheenbeen toe. Ga je rek voelen. Als je heel soepel bent, is dat super gemakkelijk. Als je eerder stijve enkels hebt, gaat dit vrij vervelend zijn. Dat mag een vervelend gevoel geven, maar echte pijn willen we vermijden. Ook hier 15 seconden de rek op de voorkant van de enkel. En dan komen we rustig recht. Oké, super.
Dank jullie wel. Jullie weten ondertussen, 2 of 3 keer mag je dit herhalen. Dan hebben jullie weer een goede workout gehad vanuit jullie eigen thuissituatie. Bye bye!